Yo mensen, en welkom bij de tweede aflevering van NBA 2K15. En de reden waarom ik zo blij praat is omdat ik op vorige aflevering meer dan 500 likes van jullie kreeg. En dat is echt te ziek. En daar wil ik jullie echt voor bedanken. Hoeveel kunnen we er vandaag halen? Ik ben erg benieuwd. Ik ga een pack openen. Gewoon dik, vet, YOLO. Een point guard pack. Dan krijg ik dus een point guard. Je bent gegarandeerd in ieder geval van een speler in dit pack. Dus dan ga ik maar voor dit pack. Want dan weet ik in ieder geval zeker dat ik een speler krijg. Anders krijg ik dadelijk alleen maar troep. Alleen maar logo's of zo. En dat moet ik zeker niet hebben. Oh, gouden. Een gouden. Ah, een contract. Oh, we hebben in ieder geval een zilveren speler. Passing, accuracy, stadion. Hier, kijk, dat bedoel ik dus. Ik heb nu in ieder geval een speler. Als je een ander pack had gekocht, was je daar nog niet zeker van geweest. Alright, ik heb een nieuwe point guard. Deze man is echt fucking snel. 95 speed, 97 quickness. Dat lijkt me hetzelfde als speed, oké. Okay. 93 ook iets met quickness. Dus hij is in ieder geval heel snel. Attacking the basket, great. Handig. Dit is de spelverdeler, laten we het zo zeggen. En die heb ik nou in ieder geval een wat betere. Weet je wat? Ik ga maar gewoon weer domination spelen tegen de Jets. Ik ben benieuwd of die Bayless of zoiets wat is. Dat is die vent uit dat pakje. En dat is natuurlijk een spelverdeler. Dus die zijn redelijk belangrijk. Want ja, zij moeten toch wel een beetje het spel opbouwen. Het soort van de mid-mid van voetbal. Zou je het kunnen noemen. Oh, ik win deze bal. Dat is echt de eerste keer in mijn leven. Wow, you. Goed, ik moet gewoon die rust houden. Hun laten schieten. En dan zorgen dat ik de rebound krijg. En deze man staat helemaal open. Perfect release. En boom. Meteen 5-0 voor. Jeremy Lamb met alle vijfde punten. Dat is sowieso wel lekker. Hey. Hey. Fuck. Die rebounds zijn zo lastig om te krijgen. Ik weet nog niet hoe het moet. Dat moet ik echt leren. Dus mocht iemand het weten. Ik weet niet of ik mensen heb die kijken die ook dit spel hebben. Echt, vertel het me. Want ik heb het echt nodig. Drie punteltjes lopen wel. Dat viel me vorige keer ook al op. 10-4 voor. Come on. Bob. Oh, kut. Ik werd gesteeld. Ik had het niet door. Ah, dat is jammer, man. 1 seconde voor tijd. Weet hij nog net die goal te maken? Oef, en die ging er bijna in, joh. Juist. Come on, ik hou die 4 punten voorsprong. Misschien nog wat uit kunnen breiden. Zou chill zijn. Hop, hop. Ja, 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 ja. Oh, 2 punten. Shit. Wel 6 punten voorsprong niet, maar nu. Maar ik dacht 7, maar helaas, het was geen 3-punter. Oh, wat een geluk. Wat een geluk. En hop. Oh, en hij krijgt de fout. En dit is dus fucking nice, want ik krijg en de 2 punten voor de goal. Maar ik krijg ook nog 1 free throw. En als ik die nou eens maak, dat doe ik natuurlijk niet, dan zou ik 3 punten hebben gekregen, helaas. Maar wel, het gat nu naar 8 punten. Het had al 9 moeten zijn eigenlijk, zo'n free throw. Maar die free throws zijn lastig, man. Shit. Het gat naar 2. Come on, ik moet het nou niet weg gaan geven, net voor rust. Lul. Nee. Nee, ik ga niet gelijk komen, maat. Oh, oh, wat doet hij? Nee! What the fuck? Hij gooit die bal van de andere kant van het stadion erin, man. What the fuck? En dan sta ik opeens achter. What the maf, joh. Oeh, die was tricky, hoor. Oh, wat een blok, joh. Deze man is ziek snel. Ik zweer het. Hij is de pace. Dit wil ik ook kunnen, man. Dit doet hij constant. En het is zo effectief. Wauw. En zo sta ik opeens 5 punten achter. Omdat ik eigenlijk zelf een free throw mis. Dat is eigenlijk... Als je tegen mij speelt, kun je net zo goed de free throw gratis weggeven. Want de kans dat ik die mis is ongelooflijk groot. Hallo? Vriend! Oef. Nou, mis er eens één. Ik mis er ook ziek vaak. Ik mis er altijd wel eentje. En zij gooien ze elke keer allemaal erin, ja. Oh, hij mist. Oehoe. Goed. Gat weer naar 2. Come on! Ik vind het zo leuk, dit spel, hè. Dat merk je denk ik al aan me. Denk ik, hè. Oh. Kijk, dit vind ik dus lullig, hè. Ze hadden beter door kunnen laten lopen. Had hij gescoord. Nu krijg ik 2 free throws. Oh, en de eerste gaat er gewoon in. Oh, en de tweede ook. Ik maak ze allebei op het moment dat het belangrijk is. Lekker dan. Wat een timing. En we staan gelijk. Come on. Oh, wat een blok. Oh! Ik
Ga ik toch nog met een voorsprong het vierde kwart in. Come on. Nee. Oh jee. Kijk, dit zijn van die dingen die mis ik dan puur alleen omdat het bronzen spelers zijn. En dan kan hij op gelijke hoogte komen, zeg. Shit. Lampie voor 3. Lekker maat. 4 punten voor. Come on. Oh, jongen. Die nummer 41. Het is een fantastische rebounder, maar scoren kan hij echt niet. Ah, die Bayless. Echt, ik ben zo blij dat ik dat pakje heb geopend. Die man is zo fijn in plaats van zo'n bronzen point guard. Ja, come on, perfect release. 7 punten voor. We gaan dit winnen. We gaan dit echt winnen. Ik had het echt niet verwacht. We zijn echt een amateur in het spel, maar we gaan dit echt winnen. Oh shit. Dit komt even heel slecht uit. Opeens is het gat nog maar 2. Nee, wat een goal. Illegaal gewoon. Wow. Als deze erin gaat, hè. Deze gaat erin. Come on. Ze hebben nog 10 seconden. Shit. Als ze nou 3 punten maken, word ik wel gek. Want dan kan ik niet meer winnen. Oh, mijn hart, jongen. Godverdomme, wat een spel is dit, zeg. Hij mist. Ja, en nou gaan ze dus bewust fouten maken om de klok stil te zetten. Yo, kom maar hier. En dit is de overwinning. Ja, ja, Bayless. Echt, wauw. Zonder jou never nooit gewonnen. Maar nu lukt het dus wel. Oh, wat een spel, jongens. 662 empty points. En door de 3 sterren krijg ik ook 3 packs. En die gaan we nu dan openen. Dan hebben we eerst een speler, een zilveren speler van de Jazz. En contracten zijn ook lekker. Net zoals bij FIFA heb je die altijd nodig, als irritant. En dit is het logo pack. Dan krijg je dus een logo. Het vorige was een player pack. Nou, nu heb ik dus logo, een contract en nog iets. Wat voor pack ik nu krijg, weet ik niet. Maar het is in ieder geval weer. Zou er geen speler in zitten? Nee, dit is een outfit, zeg maar. En dan weer een contract. Dus dat is lekker. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, jongens. Vergeet de video natuurlijk niet weer. Niet te liken. Het zou ontzettend dik zijn als we net zoveel likes kunnen halen als vorige keer. En bedankt voor het kijken. En later, mensen.